Alle aanvoerders beoordelen het hele jaar door alle velden in zowel de Eredivisie als de Jupiler League. En Feyenoord heeft een reputatie, draait altijd mee bovenin, heeft deze prijs al eerder gewonnen. Maar goed, ik kom jullie de mededeling brengen dat Feyenoord dit jaar door de aanvoerders is gekozen als beste veld in de Eredivisie. Dank je. Welkom, mannen. Ja, is die. Weer terug, waar die hoort. Je hebt net die schaal gekregen, wat denk je dan? Dat is een triomf voor de groep waar we dagelijks mee aan het werk zijn. Met de vier jongens waar we het mee doen, hier en op Varkenoord, is het een bekroning op een mooi jaar eigenlijk. De ranking van 5 scoor je een 4,3 over het hele seizoen gerekend. Ja. Er zit nog speling in. Ja, dat is de doelstelling om volgend jaar boven de 4,3 te eindigen. Ja, en dan deze week word je dus uitgeroepen tot de beste grasmaker van Nederland. Een grasveld. Grasveld. En dan een paar dagen eerder gebeurt dit op deze plek. En het is gewoon doodzonde. Zeker omdat hij er best wel aardig bij lag. We kijken hier nu rond. Ja, ja. Je kan het nog zien. Ja, maar ja, dat kan ook haast niet anders. Alleen het is wel gras wat je nu ziet en geen dode plekken. En zeker geen kuilen en wat erin zaten, zeg maar. Dus, transplantatie. Zeker weten, dat is het juiste woord. En aanstaande zondag is er niets meer van te merken? Nee, de spelers zullen er zeker geen last van hebben. Want het is helemaal top, is het gewoon. En dat is ook de bedoeling. Want ja, voor ons telt maar één ding en dat is komende zondag. Dat is denk ik voor ons de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Dan kunnen we dit ook nog even dunnetjes overvieren. Dat is wel gaaf natuurlijk.